Hoi hoi, ik ben Marjorie Holtes en ik sta hier voor het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. En dit is tevens het brandwondencentrum en hier ben ik als 10-jarig meisje opgenomen met zeer ernstige brandwonden. En op 1,5 meter afstand staat Alette Jong. Ik heb verpleeg kunnen onderzoeken voor het brandwondencentrum hier in het Rode Kruis Ziekenhuis. En het is 30 jaar geleden dat ik Marjorie heb opgenomen in mijn avonddienst. En we zijn nu op weg naar het brandwondencentrum om in het dossier te gaan kijken wat ik over haar heb gerapporteerd. Ik ben heel erg benieuwd. Zullen we gaan? Ja. Kijk, we zijn hier dus bij het brandwondencentrum. Marjorie, kan jij mij vertellen hoe jij hier bent terechtgekomen? Ja, zeker. Ik ben hier terechtgekomen als 10-jarig meisje. En ik had met een paar jongens in een grote stalen papiercontainer gespeeld. En een van die jongens had een aansteker bij zich. Het ging helemaal mis en alles vloog in brand. Die jongens konden er gelukkig uitkomen, maar ik niet meer. Dus ik werd opgenomen met ruim 50% brandwonden. Maar ja, en toen kwam ik dus in jouw handen. Ja, dat klopt. En we gaan zo even de afdeling op. Ik ga via deze route, want ik ga de uniform aantrekken. En jij kan via die route. Oké. Ik heb gelukkig de bezoekers. Jij mag de entree. Bezoekers. Goed zo. Zie ik je zo. Kijk, hier ben ik dus al op het brandwondencentrum. Wel gek hoor. Ben je klaar, Let? Ja. Kijk. Ik ga je meenemen naar een patiëntenkamer. Jeetje, Alette heeft me dus meegenomen hier naar de Intensive Care Box. Ongelooflijk, maar hier kunnen we wel even mooi op afstand met elkaar kletsen. Want hoe ben jij hier terecht gekomen? Ik ben in 1981 in het Rode Kruis ziekenhuis begonnen aan mijn opleiding als avondverpleegkundige. Op het brandwondencentrum mochten geen leerlingen, terwijl we op alle verpleegafdelingen stage liepen. Ik wilde hier toch heel graag werken en het is uiteindelijk gelukt, dus als vierjaarsleerling ben ik hier gestart en nooit meer weggegaan. Wat trok je zo aan? De veelzijdigheid van de patiënten. We hebben hier alle leeftijden. De patiënten hebben allerlei onderliggende problematiek. Het is ook vrij technisch, want we doen natuurlijk heel veel wondzorgprocedures. Van wonden in allerlei stadia van wondgenezing. Dat doen we bijna dagelijks. En daaromheen liggen allemaal complexe zorgproblemen zoals pijn, angst, stress. Wat doe jij als verpleegkundig onderzoeker? Een verpleegkundig onderzoeker die lost door middel van onderzoek een praktijkprobleem op. Een onderzoek begint met het schrijven van het onderzoeksvoorstel via dataverzameling tot aan het publiceren in de vorm van een artikel of presenteren op een congres en vervolgens het implementeren van de resultaten in de dagelijkse praktijk. En waarom is onderzoek dan zo belangrijk? Nou, met onderzoek kunnen we de brandwondverpleegkunde optimaliseren. Dat leidt tot tevreden verpleegkundigen en tevreden patiënten. Eenmaal na ontslag willen we eigenlijk het liefst dat patiënten en de naasten het leven weer zoveel mogelijk kunnen oppakken. En dat de gevolgen op de lange termijn beperkt zijn. Want waar doe je precies onderzoek naar? Onderzoek naar pijn. In het bijzonder pijn tijdens de wondzorg. Verpleegkundigen zijn, die zitten in een hele rare positie. Ze zijn vaak de veroorzaker van pijn, maar tegelijkertijd hebben ze ook de taak om pijn te bestrijden. En we zijn begonnen met onderzoek naar het meten van pijn. We hebben zoveel verschillende patiënten dat we diverse pijnmeetinstrumenten nodig hebben. Ik heb hier nog een foto van een artikel. Jaren geleden heb ik in de VIWA gestaan en toen was ik eigenlijk al bezig met pijn. Wat me nog opvalt is dat ik weinig schrijf over jouw ouders. Die zijn natuurlijk in de buurt, die verblijven in het verwaringshuis. Wat dat betreft is er wel veel veranderd. We betrekken de naasten, dus niet alleen de ouders van kinderen, maar naasten in het algemeen veel meer bij de zorg. En we gaan er in de toekomst ook nog meer onderzoek naar doen. Alette, als jij een droom zou mogen uitspreken, wat zou dat dan zijn? Nou, voor het beroep is mijn droom excellente brandwondverpleegkunde door de praktijk, onderzoek en onderwijs aan elkaar te koppelen. En mijn droom voor de patiënten is persoonsgerichte, pijnvrije wondzorg. Dat is een supermooie droom, Alette. Ik hoop dat we die brandwondenzorg dus nog hoger
kunnen krijgen. Dat zou fantastisch zijn. En ik begrijp dat wij daar als mensen met brandwonden ook zeker in bij kunnen dragen door onze ervaringen te delen en nou ja, alleen al aan jullie aan te geven wat er nog verbeterd kan worden. Dus daar ligt de taak voor mensen met brandwonden. Klopt. Dankjewel. Ik vond het ongelooflijk bijzonder om hier in 30 jaar na datum zo tegenover jou te zitten. Zodra corona voorbij is, kom ik je een hele dikke knuffel geven. Afgesproken? Afgesproken. Goed zo, dankjewel.